Hoofdstuk 20 van het tweede deel van Aboe Bakar door Paul Adriaan Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 20. Aboe Bakars ondergang voorbereid. Het was vrijdag toen de Benkoeloe met Aboe Bakar uit de Misikiet kwam. Hij was de talrijke en fanatieke mannen die in hun beste plunje gestoken het bijna te kleine bedehuis vulden, voorgegaan in het gebed. Hij had heel mooi gepreekt over de rijkdommen die de mensen slechts in verzoeking brengen, die men niet mag begeren, die tot hoogmoed brengen en waarvan het bezit niet zo goed en voordelig is als de genade en de barmhartigheid van de Toean Allah. Hij had betoogd dat men zijn rijkdommen moest besteden op de weg Gods, om te worden gelijk een graankorrel die 7 halmen voortbrengt, waarvan ieder 100 korrels bevat. De mannen hadden aandachtig geluisterd, schoon het in geen hunner ook maar 1 ogenblik was opgekomen nu iets anders te doen met zijn geld dan wat hij tot nog toe er altijd mee gedaan had. Op Aboe Bakar had het een diepe indruk gemaakt. "Ik begrijp niet hoe men doen moet," zei hij, toen ze met de vruchtbomen beschaduwde koele pad afliepen naar de zonnige weg vol grijsstof. "Men moet erover nadenken," antwoordde de Benkoeloe, die zich vooral niet wilde overhaasten. Na een ogenblik zwijgend te hebben doorgestapt onder het gefladder hunne lange gewaden in de wind en de Benkoeloe in zwart met donkerrood, de andere in blauw met wit gevoerd en afgezet, vroeg Aboe Bakar: "Wat hebt gij gedaan?" "Ik deed wat wij priesters alle doen en wat ook veel andere vrome mensen doen. Ik heb mijn geld gestort bij de jakat en de pitra en de andere opbrengsten der geestelijkheid. Kan ik het ook doen?" "Het kan, waarom zou het niet?" Onder de neergeslagen oogleden en de borstelige wenkbrauwen van de Benkoeloe schitterden de ogen van vreugde. "Het ging zo mooi. En juist nu hij zoveel nodig had, terwijl de priesterkas zo leeg was als een uitgeholde klapperdop." S'nachts kon Aboe Bakar zijn gedachten niet wegwerken. Hij ging naar buiten, naar de rivier, waar hij een klein houten paviljoentje had laten bouwen, om in volkomen afzondering te bidden. Hij boog zich neer op de knieën, het voorhoofd op de grond, de handen uitgestrekt. Hij bad alleen en vurig tegen de inblazing der duivelen, tegen de boze geesten. Het hielp niet. Telkens als hij weer zijn consciëntie onderzocht, vond hij vrees en wantrouwen op de bodem zijner gedachten. Het was als woeien zij op in zijn hoofd. Dat was de duivel in hem, dacht hij. De oude, aan het persoonlijk bezit van geld en goed gehechte mens. De Adam die hij eens geweest was. Hij moest zijn geld storten in de Benkoeloekas. Dus trachtte hij zich te suggereren. Hij moest het afgeven, zonder enig bewijs van ontvangst. Geheel te goeder trouw. Hij moest het daar gedeponeerd laten, behoudens dat hij er altijd van kon nemen wat hij nodig had voor zijn behoeften of zijn genoegens. Maar of hij zich dit al opdrong, en of hij al trachtte zich tegen zichzelf op te hitsen en zich een nietswaardige te schelden, het baatte niet. Het wilde hem niet verlaten. Het zat hem in de keel als een brok die hij niet kon doorslikken. Het behaalde voor die nacht de overwinning. Mistroostig en ontstemd, moede en slaperig, ging hij naar huis, toen reeds de kutjitja haar eerste tonen opzond in de aanbrekende dag. Zacht sloop hij binnen. Alles liep nog in luie onverschilligheid. Hij opende zijn grote geldkist, het zware ijzeren deksel opbeurend tot de steunveren uitsprongen. Daar lagen zijn schatten, daar lagen de pakjes bankpapier, de zakken soevereins, gouden tientjes, rijksdaalders en guldens. En dat moest hij afgeven aan een ander, om het nimmer meer zo in zijn schoon geheel terug te zien. Zuchtend sloot hij de kist met de 3 sleutels die hij in afzonderlijke ring aan de gordel droeg. Wat had een mens toch zware strijd? Het viel de Benkoeloe tegen dat Aboe Bakar niet weer begon over het geld. Hij wilde niets vragen.
Dat was de verkeerde weg. Dat zou de patiënt wellicht wantrouwend maken en afschrikken. Die was wel een dom koebeest, dacht de priester. Maar hij had toch lang onder de blanda's verkeerd. Was zelf er een geweest. En in sommige opzichten wellicht pinterder dan men zou vermoeden. Thuis liep hij het vrouwenkwartier binnen. Komt Aboe Bakkers vrouw vandaag? Misschien, zei een der zijnen. Speelt zij met jullie? Algemeen protest. Nee, zij speelde nooit. Dat moest hij niet van haar denken. Brani Sumpa, geen kaartspel. Hij moest erom lachen. Wat konden die vrouwen toch prachtig liegen? Maar hij trok een boos gezicht en riep, luid, stampend, met de voet op de vloer. Dat de leugenaars vergaan. Het is slecht elkaars bezittingen af te nemen door woeker en dobbelspel. Het is altijd slecht te liegen. Als vrouwen voornamelijk spelen voor haar genoegen, waarvoor moeten zij dan liegen tegen haar man? Hij had er haar dozijnen standjes over gemaakt, vroeger, als zij door het dobbelen in schulden waren geraakt. Nu hij zo veranderd scheen, begrepen zij dat de wind uit een andere hoek woei. Maar wij hebben toch nooit kaart gespeeld met Mina van Aboe Bakkar. Doe het dan. Als zij wil. Hij grinnikte, trekkend aan zijn sik. Heeft een mens een wil, en wat zal een vrouw hebben? Nu, en als zij dan wil. Vraag het haar. Het is een verstrooiing. Laat zij de tweede vrouw ook meebrengen. Hier in huis? Vroegen beide verbaasd. Daar werd hij betoeld boos om. Jullie bent gek. Mijn huis is dat van een imam. En geen speelhol. Gaat met die vrouwen waar je altijd gaat. Laat haar winnen. Een paar dagen. Nu begrepen zij het. Daar had de oude iets mee voor. Maar zij dachten er niet aan er verder naar te vragen. Wat kon het haar schelen? Zij hadden nu de vrijheid bij een inlandse vrouw die stilletjes een dobbelhuis hield te gaan spelen. Dat was al plezier genoeg. Met Mina ging het erg gemakkelijk. Toen ze 's middags naar het eerste partijtje vrij laat thuis kwam, had ze gewonnen. Zij liet het geld zien aan Daila, die ze nog altijd vruchteloos getracht had over te halen met haar mee te gaan. Ga je morgen weer? Vroeg deze. Betoel, als het kan, ga ik elke dag. Elke dag, zuchtte Daila, het hoofd op haar bantal neerlatend. De mooi gevormde wit-gele armen omhoog, gekruist over het blauw-zwarte haar. Hoe is het mogelijk? Wat, elke dag uitgaan en zich opwinden, welk een soesa. Het ging goed, een paar dagen, zoals de Penghulu had gecommandeerd. Maar het partijtje kwam, waarop Mina, veel minder goed spelend dan haar partners, die nog valse kaarten gebruikten bovendien, begon te verliezen. Alles wat zij ruilde, kwam averechts uit. Oeha, riep zij dan teleurgesteld. Ik ruil Sayur, ik krijg Lodet. Maar ze zei er niets van aan Daila, toen ze thuis kwam. Enkel dat ze zowat gelijk gespeeld had. Daarbij hoog opgevend van het vermaak dat ze die ochtend had genoten. Einde van het 20e hoofdstuk.